actievoerder Rendel Feller, die via zijn Facebook de samenleving had opgeroepen op zondagmorgen te protesteren, is gisteren meegenomen door de zonen van Hermandad. De agenten hadden vanaf het begin aangegeven dat de protesterende mensen de sociale afstand in acht moesten houden. Feller, die op zijn beurt fel reageerde naar de agenten, werd daarom meegenomen en later op de middag weer vrijgelaten. Feller is vanmorgen wederom naar de Nationale Assemblée geweest om een petitie over de verslechterde situatie in het land en zijn onheuse behandeling bij zijn aanhouding in te dienen. Hij is niet ontvangen doordat hij geen afspraak heeft gemaakt met assembleevoorzitter B. Een medewerker van DNA gaf aan dat Feller dit elke keer doet om geen afspraak te maken en plotseling te verschijnen. Feller was vergezeld van een groepje van ongeveer 20 mensen die aangeven dat ze dagelijks zullen protesteren op het onafhankelijkheidsplein.